Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik jullie weer een mooie loop shawl laten zien. Dus een shawl die om je hals gedragen wordt door hem over je hoofd te doen. Ik vind het kleurverloop heel mooi geworden en ik heb hier gewerkt met wol van grijsachtige zilverkleur en mintgroen. Mooi met stokjes gehaakt, super snel gemaakt en lekker knuffelig voor in de winter. En ja, welke wol en draad ik daarvoor precies heb gebruikt en hoe, vertel ik jullie natuurlijk nu. Zo, en dan begin ik met deze shawl met een bol van Scarvy Wool van Lion Brands. Eigenlijk is het een van mijn lievelingswollen, aangezien ik dus heel fijn haakt en knoopt. En hier zo binnenin zie je dus ook het mooie kleurverloop van zilvergrijs naar mintgroen. Het is precies genoeg voor één shawl of een muts, of als je 5 bollen wol hebt voor één trui. Verder is de kleur nummer 217, mint en zilver, zoals ik had gezegd. De bol wol weegt 150 gram en is 285 meter lang. Deze draad is geschikt voor een 5,5 dikte breinaald of 6,5 haaknaald. Natuurlijk heb ik die hier niet, dus dan doen we het gewoon met mijn 6. Ik heb deze bol al meerdere keren gehaakt en met deze naald ging het dus ook echt prima. Nou, en dan gaan we dan nu ook beginnen. En dat doen we natuurlijk door eerst even op zoek te gaan naar het beginpunt. En daarvoor haal ik dus eventjes de binnenste draden eruit, aangezien ik altijd van binnenuit begin. Het is niet altijd even makkelijk om het begin te vinden, zoals je dus hier bij mij ziet. En hier heb ik dan ook al het begin. En dan pak ik nog even mijn naald met naalddikte 6 erbij. Daar gaan we dan beginnen met een ketting van losse steken. En dus steek ik ongeveer 120 tot 130 centimeter aan losse steken. Ik heb hier ook een meetlint klaar liggen om het straks op te meten. En dan zie je mij ook al de eerste losse steken maken. Dus eenvoudig de draad halen en direct doorsteken. Zo, en hier heb ik dan de lengte die ik wil hebben bereikt. En nu ga ik het geheel zoals een loop verbinden. Maar eerst ga ik dus eerst even alles netjes achter me neerleggen en kijken of het patroon niet gedraaid is. Kijk, want hier zie je dus dat alles mooi recht moet zijn. En nu lig ik dus even simpelweg de ketting op de tafel. En dan ga ik straks bepaalde steken die niet helemaal recht zijn, die draai ik even bij. Zodat dus het patroon netjes recht komt te liggen. Zo, en nu ben ik weer bij het begin aangekomen. Ik laat jullie even zien hoe ik de ketting nu heb neergelegd. En zoals je ziet is het hier een klein beetje verbogen, maar het is niet gedraaid. En dit is dus heel belangrijk, want anders als je straks verdraaiingen hebt in de shawl, dan is het natuurlijk moeilijker om het recht te maken. Dus het is simpelweg gewoon makkelijker om dat te vermijden vanaf het begin, anders heb je daar straks last van in de shawl. Dan steek ik hier de eerste weer in en draai ik door. En dat trek ik direct ook door de andere steek. En nu heb ik eigenlijk heel makkelijk de grote ring verbonden. Vervolgens neem ik nu 3 steken voor de hoogte. En begin ik stokjes te haken. Aldus neem ik een omslag, insteken, draad halen en er 2 halen. Nog een keer omslaan, doorsteken en nog 2 steken haken. Omslag, doorsteken en steek, 2 steken. En dat dus eenmaal compleet helemaal over de gehele ketting doen. Dus omslag nemen, insteken door 2, door 2. Omslag nemen, insteken door 2 en door 2. En dat doen we dus totdat we straks hier helemaal weer tot het begin zijn gekomen. Oké, dan ben ik hier dus aangekomen bij het einde. En hier maak ik hem dus vast met een halve steek. Dus hierboven steek je hem in. Hier zo, in de eerste steek ga ik dat dus in en nu heb ik het geheel dus alweer volledig verbonden. Verder gaat het nu met het haken en neem ik dus 2 losse steken voor de hoogte. Vervolgens neem ik weer een omslag en steek ik eigenlijk niet hier in deze steek, maar in de ruimte tussen beide steken van de vorige ronde. Dus ik steek hem er dieper in en werkelijk hier in het grotere gat tussenin. En daardoor halen we dus de draad en verder de steken erop. Nu ben ik dus een stukje dieper dan wanneer ik hier in de steek haak. En daarom heb ik dus ook maar 2 losse steken voor de hoogte genomen. Vanaf nu is het eigenlijk heel eenvoudig en doen we telkens hetzelfde. En daardoor gaat het ook heel snel.
Dus dan omslaan, doorhalen en 2 en 2. En je moet natuurlijk ook niet de omslag vergeten. Hier zou je ook al een klein beetje kleurverloop kunnen zien hier. De kleur wordt al een beetje lichter door de mintkleur. Door dit patroon wordt de sjaal ook nog snel hoog. En daardoor zal je straks ook mooi snel klaar zijn. Dus gewoon omslaan, doorhalen door 2 en door 2. En dit ga ik dus ook weer volledig rondhaken. Zo, daar ben ik dan weer. En hier zie je dus ook al werkelijk het patroon en een mooie kleurovergang naar de lichtere mintgroene toon. In deze rij ontwikkelt de kleur zich langzaam en daarna wordt het een mintkleur ook steeds duidelijker. Hier zo in het gebied van de overgang naar het begin van de cirkel heb ik al echt een mintkleur. Ook heb ik hier nog een laatste steek te haken en die haak ik er ook onder. En dan sluit ik het ook weer met een halve vaste steek. Vervolgens begin ik weer met 2 losse steken voor de hoogte en herhaal ik alles weer zoals voorheen. Dus dan steek ik hem weer diep in, doorhalen en 2 maal erop steken. En dit ga ik natuurlijk weer helemaal doorhaken tot het einde van deze rij. Dus insteken, doorhalen en 2 erop. En dit doen we dus over de gehele bol wol. En hier zie je dus ik heb nog een stukje over. En hier zie je dus een deel mint dat later weer zilvergrijs wordt. En hierna weer mintgroen en tenslotte weer grijs op het einde. Ik heb dus nog een hele lengte te gaan en ik zal jullie tussendoor ook even de voortgang laten zien. Hier heb ik dan de beloofde update voor jullie. Door het patroon en hier zie je dus al mooi de ontwikkeling van de kleurovergang. Ik ben met grijs begonnen hieronder. Vervolgens zie je dus hier een deel mint. En dan heb ik hier nu weer grijs. Natuurlijk zie je wel een beetje de overgang in de draad. Maar dat zal je ook altijd hebben. En dat zou niet opvallen met het dragen van de sjaal. Ik heb hier nog redelijk wat wol over om te haken. Dus de draad komt dus nog van binnenuit. En je ziet dus ook mooi hier de kleurovergang die ik nog te gaan heb. En dan zie je dus straks hoe de sjaal eruit ziet als het bijna af is. Dus heb ik dus echt bijna aan het eind aangekomen. De sjaal heeft nu een hoogte van ongeveer 16 centimeter. En hier zie je dus ook mooi de beide kleurverloop, ofwel 2 verschillende rijen. Ik vind de sjaal heel mooi geworden en het deze verschillende kleuren mintgroen en zilvergrijs. Nu heb ik nog een klein beetje wol over en heb ik erover nagedacht. En ik maak nu nog 1 rij als afsluiting en wel in vaste steken. Daarvoor neem ik 1 losse steek voor de hoogte. En dan na deze losse steek begin ik ook gewoon een rij met vaste steken te haken. Dus eenvoudig de draad doorhalen en afhaken. Je zou ook kunnen zeggen dat ik deze ook nog een keer diep insteek. En hierdoor blijft de uitstraling hetzelfde. Dus weer hetzelfde in dezelfde beginpunten pakken als de voorgaande rijen. Het enige verschil is nu dat ik dus met vaste steken haak. En vervolgens ga ik dit dus nu volledig afmaken. En na deze laatste ronde ben ik weer bij het beginpunt aangekomen. Dat zie je hier. De laatste vaste steek heb ik gehaakt. En nu kan ik de draad dus gemakkelijk van boven eruit trekken. Ik heb dus nog een klein beetje over, maar dat trekken we dus los. De draad is niet heel lang, dus de lengte van de bol wol is precies goed. Ter afsluiting heb ik nog een klein trucje. Ik steek hier de naald in de eerste steek van deze ronde. Dan haal ik de draad er doorheen. En trek ik de draad er volledig doorheen. Zo. Dan leid ik de draad er nog buiten omheen. En steek ik de naald dus hier in deze steek. En dan haal ik de draad daar doorheen. En dan trek ik de draad weer compleet daardoor. Zo.
En hierdoor heb ik dus hierboven helemaal een verlopende rij. Dus zie je het einde en het begin niet meer en wordt het gelijkmatig. Deze draad wordt dus vervolgens vernaaid. En hieronder heb ik ook nog een begindraad en die wordt ook vernaaid. Heel praktisch bij zo'n grote boelwol. Je hebt maar twee korte draden die dus nog vernaaid moeten worden. Zo ziet de sjaal eruit als het af is. Het is een lekker grote sjaal geworden die je goed warm gaat houden in de winter. Ook al is het patroon redelijk losjes in elkaar gehaakt, door diepe insteken zijn hier dus nog een klein beetje een los patroon ontstaan. Maar je kunt deze sjaals ook twee keer om je hals slaan. Dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Zo ja, laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Wil je nou weten hoe je andere sjalen maakt, neem dan een kijkje op mijn kanaal. En abonneer gratis om altijd op de hoogte te blijven van nieuwe video's. En dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer bij Doe Het Zelf ideeën. Tot dan!